Hey, vet dat je weer kijkt. En het was alweer even geleden, dus ik dacht het is weer tijd om een nieuwe video op te nemen. En dit keer niet vanuit Nederland, maar lekker vanuit de Alpen. Ik ben namelijk lekker op vakantie hier zo en uiteraard is de camera mee. En ik dacht het is toch wel leuk om even wat mooie momenten met jullie te delen. Dus bij deze video ga vooral lekker genieten van flink wat mooie bergbeesten en bergmomenten. En we zijn onze reis begonnen in Frankrijk, in de Écrins. Prachtig gebied. Heb je altijd wel wat te zien. Er zitten veel gieren, er zit veel wild. En ook tijdens een van onze wandelingen was dat niet anders. We hadden een hele mooie wandeling gemaakt in een dal waar heel veel marmotten zaten. Op internet zagen we al dat het haast een beetje tamme marmotten waren. Nou, dat wil ik ook niet direct zeggen, maar ze waren ook niet direct bang voor mensen. Ontzettend veel marmotten gezien, ik denk wel meer dan 50. En ook een aantal hele leuke die zich heel mooi lieten zien. Bijvoorbeeld een moeder met jongen, met kleine marmotjes die dan half op de moeder klommen. Ik heb nog een paar marmotten kunnen filmen die heel leuk zo iedere keer hun kopje omhoog staken en dan weer naar beneden deden. En als kers op de taart, diezelfde wandeling ook nog. En een lammergier die langs kwam zeilen waar ik een paar bewijspixels van heb. En ook nog een steenarend die langs de berg kwam op zoek was naar wat te eten. Waarschijnlijk marmotten. Wat dat betreft echt, Frankrijk stelt in die zin nooit teleur. Er is altijd wel wat te zien en altijd wel een mooie combinatie van beesten en vogels. Na Frankrijk zijn we doorgetrokken naar Gran Paradiso in Italië. Dat stond al heel lang een keer op de lijst om heen te gaan. En ik moet zeggen, het heeft echt niet teleurgesteld. We kwamen aan en letterlijk 5 minuten nadat we op de camping stonden, had ik al Germsen gevonden op de andere berghelling tegenover de camping. Toen waren ze nog best wel ver weg, dus toen dacht ik, oh, vet, je kan hier Germsen vanaf de camping zien. En mooi op die berghelling uitkijken de hele dag. Nou, ik ga heel eerlijk zijn, ik heb nog nooit zoveel gemzen gezien. Hiervoor heb ik in Zwitserland één keer een groep gezien met gemzen. En later heb ik nog een keer een eenzame gems gezien. Maar nu echt, nou ja, ik denk meer dan 100 gemzen gezien, sowieso. Het was echt ongelooflijk. Iedere wandeling zagen we ze wel en de ene keer nog mooier dan de andere. Dan stonden ze weer mooi ergens op een bergkam of stonden ze ergens mooi in een valleitje. Ook best wel dichtbij nog, dus dat was echt een super mooie bonus. De laatste dag, zelfs nog die gemzen, zag ik ze iedere keer voor de camping in een veldje lopen. En toen 2 keer er naartoe gegaan, waren ze iedere keer net weg. De 3e keer heel mooi met jongen en echt ruim een half uur naar kunnen kijken. Ja, dat was waanzinnig. Super mooie opname kunnen maken. Toen had ik wel mijn statief meegenomen. Mooie stabiele shots, dus dat was echt genieten.
En naast die Gemzen was ook een hoogtepuntje in Gran Paradiso, de steenbokken. Het gebied staat erom bekend dat er veel steenbokken zitten. En wij hadden een hele goede tip gekregen. Nog bedankt Ilke, mocht je kijken. Om een plek om steenbokken te zien. Niet gelogen, het was echt precies op de locatie. En daar zat een groepje met jonge steenbokken. Waanzinnig. Niet de jongens met die hele grote horens, maar desalniettemin heel indrukwekkend. Mooi hoe die zo langs de rotswanden omhoog klommen. Nog wat leuke foto's en opnames van kunnen maken. Dus dat was echt een hoogtepuntje. Absoluut. De steenbokken in Gran Paradiso. Naast de steenbokken en de vele gemzen natuurlijk ook nog andere leuke soorten gezien. De eerste avond vlogen er een paar steenarenden over. Geen superfoto's, maar bewijspixels. Ook weer marmotten natuurlijk, die zich heel leuk lieten zien. Ook nog een jonge lammergier die op een gegeven moment over kon vliegen. Dus dat was ook een waanzinnig gezicht. Dus wat dat betreft helemaal blij mee. Italië was echt fantastisch. Hele mooie dingen gezien. En ja, wat dat betreft een hele geslaagde trip naar Gran Paradiso. Nou, als laatste bestemming zijn we aangekomen in Zwitserland. En Zwitserland ben ik al wel vaker geweest, maar het stelt eigenlijk nooit teleur. Het is altijd fantastisch hier. Schitterende bergen, mooie gebieden. We hebben nu onze eerste stop hier gehad. En tot nu toe wat we gezien hebben is marmotten uiteraard. Bergbevers noem ik ze altijd maar, die zie je heel veel. Een paar gemzen, steenbokken, heel vet. Want op een gegeven moment dat we ergens liepen, toen kwamen een paar Amerikanen tegen. Die zeiden, yeah, we've seen ibex down here. En toen dachten we al, ja, dat kennen we. 9 van de 10 keer zijn het gewoon gemzen. Het waren steenbokken. In de sneeuw. Heel erg vet. Een rode wouw die langs kwam zeilen. Een rotskruipertje op de foto. En we zijn er nog even. Dus ik ben heel benieuwd wat Zwitserland nog meer gaat brengen. Het zou trouwens kunnen dat het je opgevallen is de afgelopen tijd dat ik wat minder video's geüpload heb.
En dat klopt. Ik ben namelijk eigenlijk het hele voorjaar ben ik heel druk geweest met allerlei werk en opdracht. En daardoor had ik geen tijd meer om eigen video's te monteren. Dus dat heb ik gewoon even laten zitten. Ik heb wel wat materiaal opgenomen. Dat komt later gewoon nog een keertje online. Maar ja, het is gewoon niet gelukt om het allemaal rond te krijgen. Sowieso het monteren, het maken en monteren van een video kost in de regel kost dat ongeveer een dag. Een halve dag opnemen, halve dag monteren en dat is dan nog zonder plaatsen. Natuurlijk reageren op jullie leuke reacties, et cetera. Maar er zit best wel wat tijd in. En die had ik gewoon simpelweg even niet. Ik hoop natuurlijk wel dat ik zometeen in de zomer weer wat tijd heb. Dan wil ik gestaag wat video's gaan uploaden. Ik heb al wel wat leuk materiaal liggen. Jonge bosuiltjes, jonge vosjes, nog een mooie avond op de Veluwe. Ik heb nog een avondje of een ochtendje reptielen gezocht. Dus wat dat betreft, er is echt nog wel het een en ander wat ik kan delen. Alleen nog geen tijd gehad om het te monteren. Dus dat komt nog. Ja, de Alpen stellen in die zin nooit teleur. Er is altijd wel wat te zien. En ik hoop natuurlijk ook dat jij het leuk vond om zo even mee te kijken in mijn belevenissen in de Alpen. En natuurlijk ook, als je het een toffe video vond, laat even een reactie achter en doe even een duimpje omhoog. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, vergeet dat dan niet te doen. En dan zie ik jou heel graag de volgende keer weer bij vlog nummer 301. Tot dan. Doei doei!